Het is een speld in de hooiberg. Maar als je niets doet, dan weet je zeker dat je geen oplossing vindt. Known unto God. Het staat op 5 graven die helemaal achteraan staan op de begraafplaats in Weerselo. Hier zijn de militairen begraven die in de nacht van 25 op 26 juni 1942 zijn gesneuveld in een Halifax bommenwerper. Een Duits toestel schoot de bommenwerper neer boven Saasveld. De Halifax stortte met de bemanning hier neer, op een erf aan de Voortsweg. Ze hebben mensen niet geïdentificeerd en dat was wel mogelijk geweest aan de hand van kenteken van het vliegtuig, gewoon kenteken van de bemanning. Maar dat is niet gebeurd en die zijn zonder identificatie begraven. En nu ruim 80 jaar later, nog steeds, zijn die namen niet bekend. Dus, en dat stoort ons. Dat mag in deze tijd niet gebeuren. Van de 1000 vliegtuigen zijn er 49 niet teruggekomen. Maar 2 van het type Halifax zijn niet getraceerd. En eentje ligt er hier en de andere ligt waarschijnlijk in de Noordzee. En dat is het dilemma. We weten van beide vliegtuigen weten we alles. We weten de naam van de bemanning. De ene vliegtuig 6, de andere 7. Maar waar, welke, waar... Dat is het dilemma, daar komen we niet uit. Bert Wolbert zoekt al 27 jaar naar de identiteit van de gesneuvelde militairen. Uit een scan van de bodem bleek dat er mogelijk nog persoonlijke bezittingen of delen van de bommenwerper hier in de grond moeten zitten. De gemeente Dinkeland besloot te helpen en daarom doorzoekt een gespecialiseerd bedrijf nu minutieus de plek van de crash in 1942. We vinden kleine delen van de romp, hè, stukjes aluminium. We vinden vooral ook valgewichtjes van de 4 Lips bommetjes, de brandbommen. En die had hij nogal wat aan boord, dus die liggen hier overal verspreid. We vinden ook veel grote bomscherven en zelfs een deel van een knoopje van een van de bemanning, de kleding. Maar al die dingen zijn niet te herleiden naar een persoon. En dat is eigenlijk wel wat we heel graag zouden willen hier. Want we willen de namen van die bemanning eigenlijk achterhalen. Maar dat zal niet makkelijk zijn. Als het maar iets is wat duidelijkheid geeft dat het dat vliegtuig is. Wat de 102 of de 76 vorderen, als dat is. Dan kunnen we, in contact treden met de Engelse overheid en dan worden de namen toegekend. Maar dan moet hier dus wel iets bruikbaars worden gevonden. De werkgroep wil weten wie er op de begraafplaats liggen. En eigenlijk is dat vrij eenvoudig vast te stellen. De mensen in Weerselo op het kerkhof kunnen we DNA bepalen. De nabestaanden kunnen DNA beschikbaar stellen. Ga het met vergelijken met elkaar en je hebt de oplossing. Maar de Engelse overheid is daar zeer terughoudend in. Ze zeggen van de eerste plaats moet je respecteren wat er gebeurd is destijds. En ten tweede, als we dit toestaan, dan krijgen we een hele vloed van mensen die ook willen DNA-onderzoek willen doen om met dit soort gelijke situaties. Ze gaan in Saasveld nog een paar dagen door met zoeken. Voorlopig halen we kleine laagjes van ongeveer 10 centimeter van de grond af. En dan zoeken we het na met een metaaldetector die we hebben. En dan in de hoop dat we kleine en liefst persoonlijke dingetjes zouden vinden. Waar een naam aan te leiden zou zijn. Het zou een lot uit de loterij zijn. Ik denk de kans heel klein is, maar we doen zeker ons best. Zou Ben er hiernaast een tentje op willen zetten en blijven slapen. Maar ik fiets toch elke dag naar huis. En ik volg het met spanning wat hier gebeurt. En wie weet, het is een speld in de hooiberg. Maar als je niets doet, dan weet je zeker dat je geen oplossing vindt.